competitie is een stukje sterker dan in Nederland. Leon uit Zoetermeer wil dan ook weten, wat is de moeilijkste club waar je tegen gespeeld hebt tot nu toe hier in Engeland? Ja, ik denk dat Tottenham vond ik echt een goede voetballende team. Maar tegen Manchester United was het natuurlijk ook zwaar. Omdat je weinig de bal had. En het is gewoon een topteam. Dus ja, ik denk dat wel de twee clubs zijn waar ik... Wat het zwaarste was voor ons, denk ik. En de moeilijkste tegenstander? Van wie ben je het meest onder de indruk geraakt op het veld? Ja, dat denk ik toch wel Manchester United. Ik denk, ze voetballen heel gemakkelijk. Natuurlijk hadden wij die wedstrijd misschien ook wel kunnen winnen. Maar toch, als je ziet hoe zij voetballen. Ik denk dat het gewoon een topteam is. Rob van Elewoud uit Rotterdam. Die zegt, wat is het grootste verschil buiten het voetbal om? Buiten de competitie om hier te wonen? Het grootste verschil, ja, voor mij natuurlijk, ik ben iemand die veel vrienden en familie om me heen wil hebben. En hier is dat niet het geval, dus het is wel even wennen, maar ja. Dat klinkt bijna een beetje zielig hoor, dat je geen vrienden hier hebt. We hoeven ons geen zorgen te maken. Je hebt vrienden. Kijk, ik heb ook gewoon vrienden waar je mee bent opgegroeid en zo. Dus. Maar ja, natuurlijk, ik kan goed met Ron opschieten, met Brett natuurlijk en met sommige spelers. Dus dat zijn voor mij ook vrienden, maar het is toch wel anders, weet je. Familie, ik heb ook weinig familie om me heen, dus... Maar over het algemeen ben ik nog wel vaak in Nederland. En ik kom er veel familie langs, dus ik red me wel. Hoe vaak ben je in Nederland ongeveer? Ja, ik probeer wel... Begin was het wel vaker dan nu. Maar nu hebben we veel wedstrijden. Maar als we een keer 2 dagen vrij zijn, dan ben ik wel in Nederland. Graag vrienden om je heen. Je woont midden in het centrum. Is dat daarom ook een bewuste keuze? Ja, het is wel bewust een keuze om in het centrum te wonen. Om alles lekker dichtbij te hebben. En alles om me heen, restaurants en zo. Waar ik gewoon relaxed kan eten. Dat ik niet elke dag hoef te koken. Dus ja. Dat is geen goed idee. Hè? Dat is geen goed idee wanneer jij dagelijks zelf kookt? Nee, ja, ik ben niet zo van het koken. Dus ja, dan is het beter dat je alles om je heen hebt. Dat je alleen maar even naar beneden hoeft. En staat een gerecht klaar, weet je. Dus ja, dat is wel wat beter voor mij, denk ik.